Dit is de tweede video in een serie waarin we gaan kijken hoe je aandelen kunt waarderen. Er zijn namelijk veel methodes om een aandeel te waarderen en in elke video behandelen we een van die methodes. In deze video gaan we kijken naar de PE multiples methode. Dat houdt in dat we gaan kijken naar het aandeel wat we gekozen hebben, wat daar het huidige PE ratio van is. We maken een voorspelling voor de toekomst en we vergelijken dit met PE ratio's van concurrenten van dit bedrijf en van de sector van het bedrijf waarin dit actief is. En met die gegevens gaan we dan een nieuwe inschatting maken om tot een waardering te komen van een aandeel. Dus laten we snel beginnen. Als je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus ben je nog geen lid van dit kanaal, maar wil je deze video's wel graag zien, omdat deze onderwerpen jou ook interesseren, abonneer je dan op het kanaal. Maar in deze video gaan we dus kijken hoe je een aandeel kunt waarderen door middel van de PE multiples methode. Nou, we gaan een paar dingen bespreken. Ten eerste, wat is een PE ratio? En vervolgens gaan we beginnen aan de methode en daarvoor moeten we weten welk bedrijf kiezen we en welke concurrenten heeft dit bedrijf. Vervolgens gaan we kijken naar de historische data van de bedrijven. Daarna gaan we kijken naar de voorspellingen van deze bedrijven voor de komende jaren, naar die data. En de vierde stap is door deze gegevens samen te voegen tot een waardering te komen van het bedrijf. Net zoals in de vorige video ga ik natuurlijk gebruik maken van Google Spreadsheets. Dit zorgt ervoor dat ik alle informatie in principe in een Excel-document kan neerzetten, waardoor ik dit telkens vaker kan gebruiken zonder alles opnieuw op te moeten schrijven. Dus laten we snel overstappen naar de computer. En dan zijn we nu dus aangekomen op de computer. Zoals gezegd is het veel makkelijker om dit te gaan gebruiken in plaats van alles bijvoorbeeld op papier uit te rekenen of via een Word-document of weet ik hoe je het uit wil rekenen. Via Excel kun je dus vaker hergebruiken. Net zoals de vorige keer zou ik trouwens gebruik maken van Google Finance. En ook Finbox.io. Finbox.io is een service waarin je heel veel informatie over bedrijven kunt opzoeken. Maar wat vooral interessant is, is dat ze een plugin hebben gemaakt voor spreadsheets. Dus zowel Google Sheets als voor Microsoft Excel. En op die manier kun je, zoals je hieronder ziet, gebruik maken van formules. En kun je dus bedrijfsnamen intoetsen, bijvoorbeeld omzetgegevens, of aandelenprijzen of noem het allemaal op. Heel veel informatie over bedrijven kun je op die manier direct verwerken in je Excel-document. En het mooie hiervan is natuurlijk, als het eenmaal geüpdate wordt, dan wordt automatisch jouw Excel-document dus ook geüpdate. Zoals gezegd, dit is de plugin, de add-on zoals hun het noemen. Maar als je nou inlogt op je account, dan kun je bijvoorbeeld, pakken we hier even Apple. Dan zie je dat dit nu de actuele koers is, $174. De waardering volgens hun is $163, dus hun hebben ook verschillende modellen om te waarderen. En die zie je hier allemaal terugkomen, welke het zijn. Deze, zoals hij hier staat, gaan wij hem dus bespreken. We maken dan in dit geval niet gebruik van deze website, maar we doen het zelf in Excel. We maken wel gebruik van de dienst die hun aanbieden. Maar om het deze manier uit te leggen, hoop ik tenminste dat je het beter begrijpt in plaats van zo. En kun je het altijd op andere manieren nog toepassen. Ook als je bijvoorbeeld geen Finbox zou kunnen gebruiken. Nou, sluiten we dit even af. Dan gaan we terug naar mijn Excel-document, zoals gezegd. De vorige keer hebben we natuurlijk twee dingen gebruikt in de vorige waardering. Dat was de Ben Graham formula en het Ben Graham number. Daar zag je heel grote verschillen. En vandaag gaan we kijken naar de eerste multiples, want er zijn namelijk meerdere varianten van multiples. Dat wil zeggen dat je dingen gaat vergelijken met concurrenten en de sector. Nou, in dit geval gaan we de PE ratio vergelijken met andere bedrijven. Nou, wat is nou een PE ratio? Daar pakken we even Investopedia pagina bij om dat te gaan kijken. Hieronder zie je de formule. De PE ratio bestaat door de marktwaarde per aandeel gedeeld door de earnings, dus de winst per aandeel. En dit houdt in dat je op deze manier een uitkomst krijgt, een getal, dat aangeeft hoeveel keer de winst per aandeel wordt betaald voor dit aandeel. Nou, vaak zul je zien dat bij bedrijven waar het goed gaat dit rond de 10 ligt, een PE ratio van 10. Normaal een beetje is tegenwoordig 25. Dat betekent als een aandeel $10 winst maakt, dat 25 keer die prijs waard is, waardoor een aandeel dus zeg maar $250 waard is. Maar je zult ook zien dat bedrijven zoals Netflix ooit wel PE ratios heeft van 300 of zo. Dat wil zeggen dat mensen 300 keer zoveel willen betalen als de winst van een aandeel in een jaar. En dat is dus snel een getal om te vergelijken van wat is de waarde van het aandeel op dit moment, of de koers in ieder geval, vergeleken met de winst die ze maken per aandeel. Nou, dat gaan we dus berekenen in deze video eigenlijk. En net zoals de vorige keer, dit is het overzicht natuurlijk, heb ik daar een eigen
tabblad voor gemaakt. We maken weer gebruik van dit moment van Facebook. En je zult hier bovenin heb ik de berekening neergezet, omdat dat het makkelijkste bij de hand is. Meteen bovenaan zie je het. Terwijl hier onderaan de pagina de eerste en de tweede berekening volgen. Belangrijk is om te weten CAGR, de Compound Annual Growth Rate, dus de samengestelde jaarlijkse groeipercentage. Dat gaan we namelijk gebruiken in de formules hieronder. We gaan het niet per se gebruiken trouwens, maar het is wel informatie die je mee wil nemen om bedrijven met elkaar te vergelijken. Nou, voordat we gaan beginnen heb je eerst deze vier dingen die je in moet vullen, die rode vakjes. Dit zijn namelijk eigenlijk de concurrenten van het aandeel. Dat kan ik er nog wel even bij zetten trouwens. Aandeel concurrenten. Ja, klopt. En daar moeten we dus gewoon de symbolen van de aandelen invoeren. En dan doet de pagina eigenlijk de rest. Nou, de eerste concurrent is eigenlijk Twitter. Daarnaast hebben we Tencent. Dit is Care, is ook een beetje. Ik had hier van tevoren trouwens nog Snapchat bijgevoegd. Maar omdat die geen winst maken, krijg je toch geen goede uitkomst om vergelijkingen te maken. Dus die heb ik vervangen door deze. En de sector waarin ze in zitten is de sector IT. Nou, hoe wil je nou concurrenten kiezen? In dit geval gaat het dus om Facebook. Maar bij ieder van de bedrijven die je kiest, ga je kijken. Zijn er bedrijven die hetzelfde product aanbieden? Of dezelfde dienst? Of in ieder geval dezelfde mensen een product aanbieden? Het hoeft dus niet zo zijn dat, ik noem maar iets, Snapchat is niet per se hetzelfde als Twitter of als Facebook. Maar het is wel al een beetje social media. Dus aangezien dat hetzelfde is, kun je die als concurrenten zien. Het kan ook zo zijn dat je concurrenten kiest op basis van de markt of de geografie waar ze zitten. Kies je ze uit een bepaald land of uit Europa of Amerika. Dat zijn ook dingen waar je op kunt vergelijken. Of bepaalde concurrenten kunt toevoegen of juist kunt uitsluiten. Want stel je hebt een Amerikaans bedrijf dat puur op Amerika richt, dan heeft het vaak niet zoveel zin om een Europees bedrijf dat zich puur op Europa richt erbij te pakken, omdat daar ooit verschillen zijn, zowel in klanten, maar ook in omzet of dingen. Dus dan is het beter dat je een concurrent kiest uit Amerika bijvoorbeeld. En zoals gezegd heb ik hieronder meer informatie staan dan je eigenlijk nodig hebt. Maar dit is omdat je wil kijken of bepaalde concurrenten juist groter zijn of kleiner. Hoe de verhoudingen zijn, want dat is namelijk ook wel belangrijk om mee te nemen in je waardering op een later moment. Nou, aangezien we nou drie concurrenten hebben gekozen en de sector is bekend, vullen we die hier dus in het rood in. Kijk, je ziet nou bovenaan trouwens Twitter. Laat ik dat nou even veranderen door Snap. Dan zul je zien dat het aandeel gaat hier nou gegevens bijzoeken. Doet die zelfs niet, want Snap is geen dingen. Dat is Peer. Ja, waarom ze die naam hebben, weet ik ook niet. Snap Interactive. Nou zie je inmiddels dat hier onderin het aandeel bij is gevoegd. En dat er in ieder geval alle informatie bij komt te staan over, in dit geval Snapchat. Maar omdat ze geen winst maken of geen PE ratio hebben, omdat ze nog geen 12 maanden meedoen, is het dus moeilijk om te vergelijken. En heb ik dus die vervangen door Twitter. Passen we dat weer even aan. Werkt hier ondertussen alles onder weer bij. Nou, kijken we dan naar de PE multiples en dan historisch gezien. Nou, we gaan hier dus kijken naar, dit was die CAGR, dus was die groei dus die we hierboven hebben uitgelegd. En dan is dit in ieder geval historisch gezien dus de afgelopen 5 jaar. Dan zie je dat Facebook 250% bijna gegroeid is. De afgelopen 3 jaar 75%. Je ziet bijvoorbeeld dat Twitter eigenlijk gedaald is juist in groei. En de 12 maanden zien we ook hele grote verschillen. En we zien dat dit is dan het gemiddelde van de sector telkens. Behalve omzetgroei willen we ook kijken naar winstmarge, want het is belangrijk om te gaan kijken hoeveel winst er nou eigenlijk gemaakt wordt. Dat is ook, zoals gezegd, het ene bedrijf kan groter zijn dan het andere. Maar als een klein bedrijf een heel grote winstmarge heeft, kan het nog heel interessant zijn. Kijken nou bij Facebook, die zit zo achter in de 30. Twitter, ja, die heeft toevallig nou winst gemaakt, maar heel veel verlies. Tencent is ook zo'n bedrijf dat rond de 30 zit. Dit bedrijf is pas opgericht eigenlijk, dus daar is nog laag. En het sectorgemiddelde ligt ook heel erg laag. Dus je zult zien dat Twitter natuurlijk heel erg hoog zit qua winstmarge. En dat is natuurlijk wel mooi. Kijken we dan, dit is waar we ons eigenlijk op gaan richten. De PE ratio van de laatste 12 maanden. En die was bij Facebook dus 24. Bij Twitter ook. Bij Tencent was die 33. Dit bedrijf was heel erg hoog. Zoals gezegd, ze maken nog geen winst, maar ze zijn al wel heel erg hoog gewaardeerd. En daardoor komt natuurlijk dit PE ratio dan vandaan. En het gemiddelde, zoals gezegd, ligt vaak rond de 25. Dat is vaak wel een eerlijk
getal, in ieder geval bij de techsector. Dit kan bijvoorbeeld bij bouwbedrijven heel anders zijn, of bij huishoudelijke artikelen, dan wil je misschien wat minder. Maar rond de 25 bij tech, dit ligt wel prima. Dus snel gezien zou je zeggen, Facebook ligt ook wel rond de gemiddelde. Nou, maar dan gaan we dus op basis van die PE-ratios van de concurrenten gaan we een berekening maken. We kijken wat is het gemiddelde. Dan pakken we gewoon het mediaan. Dus het gemiddelde, niet het gemiddelde eigenlijk, maar de mediaan van die drie. Dus dat is het getal. In dit geval van deze drie pakt hij de middelste zoals je hier ziet. En dit komt omdat je dan in ieder geval kijkt het getal, als er zeg maar drie getallen zijn, dan pak je het tweede getal. Zijn er vijf, dan pak je het derde, het getal wat altijd in het midden staat. En dan zorg je ervoor dat, aangezien deze 93 bijvoorbeeld een heel erg grote uitschieter is vergeleken met de rest, wordt die altijd niet meegenomen in een gemiddelde, maar wordt die eigenlijk weggelaten. En dan krijg je vaak een betere, een eerlijkere getal om mee te vergelijken. We pakken het gemiddelde van de sector, die is 26,8, en van het aandeel zelf. Dus we zien dat gemiddeld gezien aandelen een beetje rond de 28 kunnen scoren met een PE-ratio. Dan zul je zien dat op dit moment dus Facebook nog een beetje laag is ingeschat. Nou, pakken we die PE-ratio van 28, dan kijken we naar de omzet van de laatste 12 maanden. Als je die twee met elkaar vergelijkt, want de omzet in totaal keer de PE-ratio wat mensen bereid zijn vaak ervoor te betalen, geeft deze waardering op de beurs. Kijken naar hoeveel aandelen er zijn. Dat zijn 2,8 miljard, dacht ik, aandelen. Dan zul je zien dat als we dat getal delen door het aantal aandelen, je op historisch gezien Facebook een prijs zou moeten geven van bijna $195. Nou, als we hierboven kijken, zien we dat Facebook op dit moment voor $170 wordt verhandeld. Dus op die manier gezien is dit in ieder geval beter. Maar ja, dat is op historische cijfers. Behalve die historische cijfers willen we ook graag een beetje de analyses van analisten dus bekijken voor de komende jaren om daar een inschatting op te maken. Nou, die heb ik hieronder staan. Dat is bij de PE multiples. Ik heb hier heel veel informatie weggelaten. Behalve wat interessant is om te kijken wat nou de PE ratio van de laatste 12 maanden is. En dan vervolgens de toekomstige PE ratio. Dus dat is voor de komende 12 maanden. Meestal zul je zien dat, ook wel forward PE genoemd, dat je bedrijven die zakken in PE-ratio, dat die vaak meer winst maken of in ieder geval aantrekkelijker worden. En daarom heb ik deze snel toegevoegd. Dan zie je dat het met dit bedrijf zoals Facebook in de toekomst beter zal gaan. Twitter heeft het wat moeilijk, Tencent gaat op zich nog wel. En dit bedrijf wordt ook later beter en eerlijker gewaardeerd. Dus waarschijnlijk zullen ze dan bijvoorbeeld meer winst gaan maken. En ook met de sector trouwens, die heeft een mooi PE-ratio dat iets zakt, waardoor je iets realistischere prijzen krijgt dus voor aandelen. Nou, de toekomstige PE-ratios zijn ook gewoon weer via Finbox berekend. En dan zie je hier PE-ratio forward, dus voor de komende tijd gewoon, de komende 12 maanden geloof ik dat je het afhaalt. En ook hier doen we gewoon weer hetzelfde als bij die vorige. We gaan het mediaan pakken, dus van deze drie getallen pakken we het getal wat in het midden ligt. Dus niet het gemiddelde, maar wat in het midden ligt. 37,25. De sector zit volgens verwachtingen van analisten in ieder geval rond de 20. En de verwachting is dat ook Facebook rond de 20 wordt gewaardeerd. Waardoor je op een gemiddelde PE-ratio komt voor de komende tijd van 25. Nou, kijken we nou welke omzet wordt verwacht bij Facebook in de komende tijd. Je zult zien dat dit vergeleken met die 19 hierboven dus veel meer winst zal maken de komende jaren. Aangezien het aandeel wel iets zakt, maar niet heel veel, wordt dus de beurswaarde van Facebook zal toenemen in de komende tijd. Het aantal aandelen zal waarschijnlijk gelijk blijven. En dan komen we dus op een ander getal uit, omdat je de beurswaarde die nu hoger is, deelt door dezelfde aantal aandelen, kom je op $294.80 uit. Nou, ook die zien we hierboven dus terugkomen. Dit was de eerste, de historische. Dit was de voorspelling, dus voor de komende 12 maanden. Nou, het gemiddelde daarvan, van die twee, is $244. Dat is denk ik wel een goede. Dan mag je wel het gemiddelde gebruiken, want dat doe je op basis van de laatste jaren en de voorspelling voor de komende jaren. En daar waardeer je op dit moment dus een aandeel op. En dat is dus het gemiddelde. We kunnen hier trouwens nog even op basis van toekomstige data analyse. En dan kom je dus, zoals gezegd,
op $244 uit. Een stuk hoger dan de $170 waarop Facebook op dit moment gewaardeerd is. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken omdat eigenlijk afgelopen jaar Facebook een paar goede klappen heeft verduren heeft gekregen door al die privacy dingen. Dat is ook een van de redenen waarom ik op dat moment in Facebook zelf ben ingestapt met, ik geloof, iets van $800 dat ik aandelen heb gekocht. Dit was puur omdat natuurlijk het aandeel in één keer 20% in waarde zakte, terwijl ik zie dat op lange termijn, en liefst eigenlijk op korte termijn natuurlijk, het aandeel weer snel terug gaat naar de oude prijs. En dat zien we hier eigenlijk ook wel terug in het grafiekje van de laatste 30 dagen. Je ziet dat sinds dat volgens mij vorige week ergens de jaarcijfers, of in ieder geval kwartaalcijfers, weer bekend zijn geworden, ze meer winst hadden gemaakt en dat het aandeel flink is gestegen. Ik geloof zelfs rond de 11% die dag. Dus we gaan langzaamaan richting die 2,44. Maar zolang we daar nog onder zitten, is het op dit moment dus een goed moment om dit aandeel te kopen. Volgens deze methode trouwens. Dat wil niet zeggen dat jij er ook zo over denkt. Misschien denk jij er anders over. Zelf denk ik dat Facebook juist de komende jaren heel veel winst kan maken. Juist Facebook wordt misschien zelf iets minder populair. Maar denk aan een merken als WhatsApp en Instagram die juist heel erg populair worden. Deze veiligheidsmarge geeft eigenlijk aan hoeveel verschil er nog zit tussen de prijs nu en de prijs die het eigenlijk waard zou moeten zijn. Dus we zouden nog bijna 44% in waarde kunnen stijgen als we op dit moment instappen. En hiermee hebben we eigenlijk vrij snel al dit aandeel weer kunnen waarderen. Het is een methode die vaak makkelijk te gebruiken is. En dat zijn natuurlijk ook enkele voordelen hiervan. Nou, kijken we even naar die voordelen. Dan pak ik ze er even bij. Zoals gezegd is het een makkelijke berekening. Je hebt eigenlijk een paar concurrenten maar nodig. En elk bedrijf heeft eigenlijk wel concurrenten waarmee je kunt vergelijken. Zoals gezegd, het kan nooit zo zijn als je Snapchat pakt die nog niet zo lang op de beurs zit of in ieder geval geen winst maakt. Daar kun je het niet mee vergelijken omdat je om een PE ratio te maken een winst moet maken. Maar wat wel heel erg veel voordeel heeft bij deze methode. Zeker als je bekende bedrijven pakt, maar eigenlijk van alle bedrijven is natuurlijk de historische data altijd aanwezig. Want dat haal je gewoon uit de jaarverslagen. En zeker bij dus die grote namen, daar is altijd wel minstens 10, maar vaak wel 40, 50 analisten die voorspellingen doen van hoe de omzet zich ontwikkelt, hoe de groei zich ontwikkelt. En al die data kun je dus invoegen in je eigen overzichtje. Ik doe het dan via Finbox, maar je zou het ook zelf kunnen uitzoeken op Yahoo Finance bijvoorbeeld. Natuurlijk zijn er bij deze methode ook enkele nadelen te bekennen. Ten eerste, zoals gezegd, een nadeel is dat het bedrijf wat je wilt investeren, waarin je wilt investeren, en de concurrenten die waarmee je wilt vergelijken, winst moeten maken. Als je geen winst maakt, heb je geen PE ratio. En aangezien deze hele waardering op een PE ratio berust, heb je dus wel nodig. Het is ook ooit moeilijk te vergelijken. En dat wil zeggen dat, zoals gezegd, kun je Facebook wel echt vergelijken met Twitter? Ook al is het allebei social media, is het dan wel eerlijk om Facebook te vergelijken met Twitter? Of Facebook met Snapchat? Dan Facebook is namelijk een groot bedrijf. Waar zit Facebook in? Instagram? WhatsApp? Bijvoorbeeld zou het eerlijker zijn om Instagram te vergelijken met Snapchat. Maar ja, dat gaat niet, want Instagram is een onderdeel van Facebook. Dus zul je het hele bedrijf moeten vergelijken. En omdat deze bedrijven soms groter zijn dan die ander, kleiner, andere gebieden die ze hebben, is het ook moeilijk om een echte vergelijking te kunnen maken. En als je die vergelijking maakt, ga je ervan uit, omdat je gebruik maakt van PE ratios van concurrenten, zoals we hier straks zagen, PE ratios van de laatste maanden van Twitter was 24, van dit bedrijf Care.com was 93. Je gebruikt die gegevens in je eigen vergelijking, maar je gaat er dus eigenlijk vanuit dat dat wel eerlijk gewaardeerd is. Stel nou dat hier Netflix tussen had gestaan met 300, een PE ratio van 300. Dus 300 keer zoveel wordt over het aandeel betaald als dat het aandeel oplevert aan winst. Is dat een eerlijke waardering? Ja, dat is dan een grote vraag natuurlijk. Amazon is ook vaak zo'n dingen. Omdat ze heel weinig winst maken, omdat ze die winst liever investeren in de groei van het bedrijf, zul je heel erg rare PE ratios krijgen, heel erg hoge PE ratios. En is het dus maar de vraag of het een eerlijke waardering is? Daar gaan we dan meestal wel van uit. En daarom nemen we ook een beetje de sector mee en maken we die vergelijkingen. Maar dat is eigenlijk ook wel een nadeel, want wie zegt dat deze waarderingen van die andere bedrijven eerlijk zijn, terwijl je wel het bedrijf wat je wilt kopen daarmee gaat vergelijken. Tot zover was het eigenlijk deze video. Heel kort en simpel, maar het zorgt er wel voor dat we weer een extra vergelijking hebben hier in het overzicht. De volgende keer maak ik gewoon weer een andere
multiples, vergelijking, waarderingsmethoden. Die voegen we hier toe. En uiteindelijk bouwen we zo dus een systeem op van verschillende methodes. En afhankelijk van wat we graag willen, laten we bepaalde methodes wel toe. Andere laten we eruit, om tot een eerlijke waardering te komen. Maar dat krijg je dus in de volgende video's te zien. En tot zover dus deze video waarin we hebben gekeken hoe je een aandeel kunt waarderen volgens de PE Multiples methode. Ik hoop dat je het interessant hebt gevonden, dat je ervan hebt geleerd. Misschien heb je nog methodes die je graag behandeld zou willen zien. Laat dat dan weten in de reacties onder deze video. Ook als je andere suggesties hebt, misschien heb je tips, andere vragen die je hebt of een onderwerp wat je graag besproken wilt hebben. Laat dat ook weten in de reacties onder deze video's. Vond je het een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. En als je nog geen lid bent van dit kanaal, maar je hebt er wel tot dit moment gekeken, dan is het waarschijnlijk een interessante video voor jou. Dan is het misschien wel leuk dat je abonneert op dit kanaal. Want zoals gezegd, ik maak elke week 2 video's op dit kanaal over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.